Uw vader heeft jarenlang keihard gewerkt, veel mensen gelukkig gemaakt. Veel klanten konden bij hem praten, hun hart luchten. Dus waarschijnlijk wordt hij ook op een schild gehesen door die mensen. Zeker, zeker. Ik heb gezien hoe hard mijn vader werkt. Ook net als dus zijn vrienden. Ja. Hij is met pensioen, maar hij werkt nog steeds als kapper. Want dat vindt hij gewoon ook echt leuk om te doen. Ja. Maar tegelijkertijd, dat altijd jezelf zo wegcijferen. Ja. Iedereen alles gunnen. Ja. En ik denk dat daar ook die extreme bescheidenheid vandaan komt. Mm-hmm. Als voorbeeld, laatst waren we, mocht hij een horloge uitzoeken. Mm. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Maar hij mocht een horloge Een duur horloge? Ja, want ik werk samen met dat merk. Dus dat was heel leuk. Ik mocht 3 horloges uitzoeken. Ik dacht, ik kan 3 horloges voor mezelf uitzoeken. Ja. Of ik geef er 1 aan mijn vader. Mm-hmm. Weet je? Dus hij ging mee. Maar toen hij daar binnenkwam in die winkel... Ja. Toen was hij zo bescheiden en bijna alsof hij zich wilde verontschuldigen dat hij daar was. Hij voelde zich bezwaard. Ja, ik weet niet of bezwaard het goede woord is, maar ik loop anders een winkel binnen dan hoe hij daar binnen loopt. Dus bijna alsof hij niet verwacht dat hij daar mag zijn. En dat is toch logisch? Oh, mag ik koffie? Mag ik dit? Ja, maar voor die man was dat decennia lang... zeg maar niet zijn terrein. Dat was niet voor ons soort mensen. En dan opeens breng jij hem naar die plek. Ja, dat is het zeker. Maar ik probeer dan echt te zeggen tegen de volk... Oké, pap, misschien was dit niet de space waar je jezelf zag. Mm-hmm. Maar dit is wel de space die ook jij verdient. Ja. Wat me opvalt is dat je moeder nog helemaal niet in de verhaal is voorgekomen. Echt, hè? Ja, wat betekent dat dan? Nou, er zijn verschillende redenen. Ik ben zelf ook... Mijn moeder heeft nu Alzheimer. Mm-hmm. En dat is ook wel... Dat is pittig voor iedereen in het gezin. En ik moet accepteren dat... het feit dat die verstandhouding die ik had willen opbouwen... met haar als volwassen vrouw, mm-hmm. die gaat er heel anders uitzien. Die mm-hmm. gesprekken die gaan er heel anders uitzien. Dus de verwachtingen die ik had... Mm-hmm. Ja, het is heel gemeen eigenlijk om dat te projecteren op iemand met Alzheimer. Want ze kan. Nee. Ze kan gewoon niet. Gisteren, zaterdag op de première. Mm-hmm. Sorry. Vind ik zo moeilijk. Zaterdag bij de première. Komt ze naar me toe. Echt random. Ze had het helemaal niet hoeven zeggen. En dan zegt ze, sorry dat ik zo ben geworden. Nee. Ik vind het zo moeilijk. Ja, dat snap ik heel erg. Ja, dat gaat door merg en been natuurlijk. Want het laatste wat ik wil, is dat zij zich... Dat zij het gevoel heeft dat ze niet voldoet aan wat een moeder zou moeten zijn. Ja, en ze kan niks aan doen natuurlijk. Ze kan helemaal niks aan doen, maar ze voelt zich zo schuldig. Mm-hmm. En dan voel ik me weer schuldig, want heel vaak ben ik inderdaad... die daadkrachtige dochter die zegt van... Oké, ma, waarom heb je een boodschappentas met een tas... en nog een tas en nog een buideltas bij je? En dan ga ik heel woest ga ik die tas leeghalen... en dan komen er appels uit en aardappelmesjes en theekopjes... en mijn moeder gaat waarschijnlijk dit zien en dan wordt ze boos dat ik dit zeg. Maar... Wat ik vooral dan lastig vind op zo'n moment... Precies. Dank je wel. Mm-hmm. Ik wil niet dat zij denkt dat ik het haar kwalijk neem, weet je wel. En ik denk wel dat ze dat denkt. Want anders zou ze niet op de loper haar excuses aanbieden. Ja, dat is echt heel pijnlijk, ja. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Dus daarom wil ik vooral gewoon zo vaak mogelijk tegen haar zeggen dat ik echt... Ja. Ondanks het feit dus dat we zijn echt 2 kibbelende vrouwen, vaak, weet je wel. Ja. Maar het is wel echt de vrouw die ervoor heeft gezorgd dat ik oké ben met... Als jonge vrouw, als jonge zwarte vrouw ook nog erbij. Ja. Dat ik volledig oké ben met het najagen van mijn dromen. Want dat deed zij ook. Weet je wel, ik zag haar als klein meisje. Ik weet nog dat ik met mijn vader en mijn broer thuis bleef. En dat zij op tour ging met de Platters en
met Bonnie M. En dat ze dan weggingen, dat ze van die tie-high boots aan. Ze is de mooiste vrouw die ik ken. Met tie-high boots, grote afro, met een trolley. En dan zij en Denise Jenna en Rutja Kot. Dat was dan een trio. En ik zag dat. Ik zag dat als jonge vrouw. En dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Sterker nog, ik denk dat het geïnspireerd heel erg geïnspireerd heeft, weet je wel.